Volgende gast, of gasten moet ik eigenlijk zeggen. Hier aan tafel zit Theo Andriessen. Je bent bestuurslid, Theo, van de Vereniging Kunst van of voor Brabant? De Kunst van Brabant. De Kunst van Brabant. Ja. En Paul van Kemenade, je kameraden, en Hans Timmermans, die zitten daar klaar op het podium. Ja. En die gaan zo meteen spelen. Blazers en... kijk, wat hebben ze bij? Saxofoon? Saxofoon en elektronica. Juist. Hey, jullie hebben een initiatief, een petitie gemaakt. Die heet Petitie Behoud Brabantse Cultuur. Ik kan me zo voorstellen dat dat alles te maken heeft met de politieke samenstelling van gedeputeerde staten, van de provincie. Dat is feitelijk het geval. Midden in de coronacrisis werden wij overvallen door een nieuw Brabants college. Ja. Waarin bedacht is dat de komende 4 jaar cultuursubsidies vanuit Brabant volledig afgebouwd zouden gaan worden. Ja, er is een college waarin VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant samenwerken. Dat college heeft bedacht van dat cultuur niet tot de kerntaken van de provincie zou behoren. De gedeputeerde cultuur verdween en die werd gedeputeerde voor vrije tijd. En die zou er dus in zijn vrije tijd waarschijnlijk cultuur bij moeten doen. Zeg, dus op topniveau heeft de provincie Brabant geen vertegenwoordiger meer in de politiek als het gaat om cultuur? Dat is de consequentie van wat er oorspronkelijk in het plan stond. Inmiddels... we hebben veel actie gevoerd de afgelopen weken. Is er een motie aangenomen in de gedeputeerde staten, waardoor de gedeputeerde vrije tijd nu gedeputeerde vrije tijd cultuur en sport heet. Dus dat het woord cultuur is terug. Maar de plannen voor bezuinigingen zijn nog steeds even groot. Hoeveel gaat er vanaf in Brabant? Ja, dat is een beetje vaag, want de plannen die zijn nog heel erg onduidelijk. Ja. En er is nog heel veel mist. En we hebben het ook niet in eerste instantie meteen over geld. We hebben het vooral over het feit dat we willen dat de provincie cultuur als een kerntaak blijft zien en zich verantwoordelijk blijft voelen voor het overeind houden van een sterke cultuur in Brabant. Zien jullie het als een dubbele crisis? Voor Brabant is het een dubbele crisis inderdaad. Want de coronacrisis heeft, zoals overal, de kunsten in Brabant ontzettend geraakt. En heel veel mensenlevens gekost in Noord-Brabant. En heel veel mensenlevens gekost. Maar voor de cultuur waarvoor we hier zitten is het nog niet te overzien wat de gevolgen zijn. Festivals die doorgaan, kunstenaars die hun hele speellijst kwijt zien verdampen. Podia die bij wie het water aan de lippen staat. Dus... Zeg maar, het is een democratisch proces. De burger heeft zijn stem gegeven. Er is besloten dat dit dan de uitkomst is. Een merkwaardige coalitie waarvan het CDA in Den Haag zegt... wij willen dit niet. We gaan het ook zeker niet op landelijk niveau doen. Maar de provinciale bestuurders krijgen hun zegen. Het is hun verhaal. Ja, dat is waar. En bij het democratisch proces hoort ook tegenspraak. Om actie te voeren. En die organiseren wij. Want jullie hebben die petitie waar ik net al over gehad... daar zeggen jullie in deze coalitie... die brengt ernstige schade toe aan de culturele sector in Brabant. En we roepen Provinciale Staten van Noord-Brabant op... niet in te stemmen met dit beleid. En alsnog een gedeputeerde cultuur te benoemen. Nou, dat is dan gebeurd. Dat laatste is gebeurd inderdaad. Er Klaar, is een gedeputeerde opgelost? Cultuur. Daarmee is het probleem niet opgelost, zoals ik net aangaf. Want het hele plan wat er ligt, dat is nu nog maar een bestuursakkoord. Het echte plan moet nog komen. Daar is de gedeputeerde nu aan het werken. Laten we even, dit is het politieke deel. Ja. Wat denk jij wat er gaat veranderen in Brabant op cultureel gebied? Want Brabant is een zeer culturele provincie natuurlijk. Ja. Met veel muziek, goede poppodia. En cabaretiers die in Eindhoven blijven wonen, om maar eens wat te zeggen. Heb je die ook gebeld? Die hebben we ook gebeld, inderdaad. En die zijn zei, betrokken bij Theo onze Maassen. Actie. Theo Maassen is een van degenen die zich ook nadrukkelijk heeft uitgesproken tegen het voorgenomen beleid in de provincie. Ook iemand als Frank Lammers heeft zich daar uitgebreid verbonden met filmpjes en uitspraken. En heeft dergelijke. Geholpen dus. Hè? Ze zijn geschrokken in Brabant van de support die de cultuur heeft gekregen.
En dat biedt voor ons mogelijkheden om opnieuw in gesprek te gaan. Heel goed. Theo, moet je luisteren. Je hebt niet voor niks twee mensen meegenomen. Vertel ons wat Paul van Kemenade en Hans Timmermans gaan spelen. Weet je dat zo? Ja, ze gaan improviseren, want het zijn beide improviserende muzici. Paul van Kemenade, een van wat mij betreft Nederlands beste saxofonisten. Niks te na van een Benjamin die hier net zat. Ja. Maar, ja. Iedereen heeft zijn voorkeur. Jammer genoeg luistert hij niet naar je. Dus dit compliment gaat volkomen aan hem voorbij. Paul, er worden hele leuke dingen over je gezegd. Sorry. Geef niet. We kijken straks wel terug. Ja. Hey. Hans Timmermans, elektronicus. Okay. En samen brengen zij een behoorlijk unieke mix van geïmproviseerde jazz en elektronica. We gaan luisteren. Als jij de handtekening op je bord wil zetten, hoeveel mensen schat jij in moeten wij toevoegen aan de grand total hier? Nou, de Kunst van Brabant heeft ongeveer 200 leden. 200 staat genoteerd. En ik mag niet mee noteren. Dankjewel. Zet je naam op het bord. Ja. Heren, de microfoon is voor jullie. We'll be right back.